lê en antwoord jou foon. Asseblief, ek stres oor Keira se veiligheid. Ons kan nie so aangaan nie. Antwoord net jou foon. Asseblief. Leen! Leen, as jy nie jou foon antwoord nie, ek sleep jou hof toe of jy weet tot wat ek in staat is. Ek wil my kind sien! This is it! This is the beginning of my own life. This is all of your luggage, ma'am. Thank you. And Taro, listen, I know I cannot afford your services right now, but stick with me. The reward will be great. Jalen, hello. Hi, Jala. Guess is back in town. Chomi! What is your name? Oh my word! That's so good to hear from you. I say you. So, why don't you want to see you? Yes, enige tyd. I had just one appointment. I'm in the spreekkamer, but... When once I'm done here, then can I... Yes, we can meet up. Okay, John. Kom ek maak so, ek stuur jou nou klaar my location. Is jou make-up klaar? Make-up, haar, alles gedoen? Ja, my gezicht is klaar gedoen, my make-up is klaar gedoen. Great. Okay, dan sien ek jou nou, hoor. Ek is so excited. Okay, dan. Sien jou. Bye. Weet jy wat, Alderland moes lede man vir my groter zwembad, bietjie groter as die, met die hele ligte en alle goed gekoop, ingebou nie. Maar ek sê vir jou, dit voel skoon vir my, ek is op my eiland as ek daar in klim. Wow. Ja, dit klink amazing. Gelid, dank jy self. Oké man, hoor jy sê vir my, hoeveel betaal jy vir die plek? Tommy, gaan like hulle se Facebook page, Diaz Gasthuis. Diaz, ja. Jy kan sommer alles daar kry. Ja. Maar just a side note, mine is op Giovanni's rekening, so ek betaal nie. Leen, jy lyk verskrikkelijk goed man. Vir een vrou wat nou uit die eerskleding mee kom, moet my bietjie tips gee. Ach girl, kiek hem ons. Hulle sê, you should never look like your problems. Nooit. So, I guess my probleme hou met my jong. Maar kom ek sê vir jou, Jala, eerskleding is not child's play. Jy sal gewig verloor, left, right and center, and don't even get me started op die plooie. My vriendin, let ek vir jou sê, we are forever young, no matter what, let me tell you. Maar, Jalen sê vir my, op die ernstige noot, how are you handling this? How are things going for you? Seeing that you know, Makira is ook, hoe gaan dit met jou? Vir jou, Chomi, my lifestyle is completely different. Ek is nou unemployed. En rook jy nog steeds? Ja, Alderin weet nie. Nee, Alderin weet nie. Wat hy nie weet, hy gaan hom doodmaak. Jy is dood.
Maar in elk geval, kijk, ik was mos vernoot in die bezigheid met... Ik kan niet roken. Ja, jij en Giovanni was mos in de bezigheid vernoot. Yes, yes. Mm. Tommy, ons is elke lieve dag in en uit die hoofd. Nee, man. Mijn leven is zo veranderd. En weet je wat, ik het besef, ik is zo eenzaam. Ja. Is niet hij zo opgemaakt. Maar weet je wat ze zeggen, East, West, home is the best. Home is the best. Lee, weet je wat? Ik heb nog net aan iets gedaan. Doe jij, way back, toen je al die perfumes en handzakken verkoopt. Wat was die bezigheid zijn naam? Sparkleberry! Hoe kan ik vergeten? Why don't you start that? Why? Ekke. Ja. Dat was maar die moeilijke dag. En toen kwam Mors Giovanni alles op. En weet je wat? To top it all off, toen moest je nou echt drop it waar zit die op. Don't get me started. Wat? Wacht. Kom eens dan daar hoor. Jij krijgt alle mooie goedjes, perfumes, handzakken. Ik krijg voor die clientele. Ik kan soms van mijn patiënten zeggen van het. Wat denk ik van dit? Wacht, nee, het gaat beter. Een tea party. A what? A tea party. Tommy, ik. Ja. A tea party. Imagine. Who knows, Leanne? You might meet a rich, sexy... No. Bae. No, ik stel je belang in dat die. Let me solve my divorce and just get over that. Goed. Enough about that. Nog een tijdje goed iets. En dan moet je van die kou lullen. Hoe kan ik mijn eigen vriendinnen vergeten? Turns out, these girls are loaded after all. Ik is mijn vriendin. Dr. Jillian Peters. Yes, darling. Mm-hmm. Yes, girl. Mm-hmm. So, Nicole is mijn verloofd aan Jermaine. Jermaine? Jermaine Boysens. Jermaine Einstein. No. Jermaine Boysen. Einstein. Jermaine. No. What? Einstein, but die is no topic for another. I'll tell you more about him. Toen trouw Lauren. Ben je verloren? Ja, yeah, I never thought she'd get married, but okay. Samen met Ethan. Ethan, the player of all the players, Lauren en Ethan is getrouwd. Ethan, wat voor mij gezoek heet? That one. Hoe kon ze samen doorgaan toen je dan voor mij gezoek? Ik weet niet. I don't know. Ik wil mij nog niet beter houden of enig iets, maar ik zal nooit. Lopen vrij in dromen te playen. Once a cheater, always a cheater. That's just how I feel about it. But ja, weet je, Tommy, ik heb me nog als idee gegeven van Sparkleberry. Told you. Ik denk dat het nog als uitweer. Maar, kom eens los daar. Oké, goed. Ik heb me zeker zijn mama. Oh. Ja, so, ik moet verkeerd gaan optellen bij een nieuwe speelgroep. Oh, that's nice. Maar weet je wat, it's fine. Take your time. Ik kan Alderen met anyway be meeting my colleagues for dinner. So, But anyway, I love you very much. Thank you. Bye, dankie dat jij het gemaakt hebt. Ons moet hier bij elkaar komen. You are amazing. Jij is great. And you've always been my best friend. So, kijk, zijn we alles recht maken? Ja, nee. Moet je waarin niet, je zei jezelf? I'll see myself out. Ik nog een paar opperpunten te maken. Maar, thank you very much. Ik zie je, Tommy, bye. Mwah. Hi, girl. Hi, Nico. Ga nog online. Oké, is recht. Ik ga nou, oké. Bye. Hello? Lauren, ga gewoon online. Yes, Jules. Oké, ik ga gewoon online. Oké dan. Oké, bye. Hi, girls. Ah, Nicole, I love the new look. Lauren, wat is zo? Cancel alsjeblieft al jouw plannen vanavond met Ethan. Ik het sappige nieuws en ik kan het toch je inhou nie. Jules, begin jy alweer met jou skinderstories? Die bed by jou het dit. Ek kom, waar meet ons? Ek is altyd vry hoor. Vanaf Jermaine moes nou extra klasse gee vir die graad Els. I'm available. Ons sal sommer net praat oor jou wedding color schemes, nee.
Okay, goed. Ek gaan vir julle die location stuur op die groep. Sit nou Angela se wifi's. Thanks. Bye girls. Girls, we are gathered here today to talk about our long lost friend. Leanne, Fabio. As jy dood? Het jy kanker? Nee, wacht. As jy weer zwanger? En as ons weer nie gaan doen, dan nie schouw. You guys know, I met up with her. Yes. En sy het genoem dat sy hele nommers verloor het. Guess what? She's back in town. En sy is geskik. Wow. Never expected that, hey. Hulle was aan so deep of a couple. Die ride, oh. Die vibes. Romeo and Juliet, toch? Nee, girl, die. As Tracy and Beyonce. Okay. Sad part is, she doesn't have a job. Mm. But, ondou jy nou op was, het jy altyd die goed verkoop? Yes. Yes, mooi handsakke en whatever. Mm. Okay, so dis jy hulle idee. Okay. En, ons gaan haar support met. Dis nie. Okay, I gave her your number, so please expect a call from her. Okay. Please be nice. Yeah. Okay. Great. So this one goes to friendship. Friendship. Madam, a parcel has arrived. I already signed for it. Should I take it to your room? No, it's okay, Tyrone. Please make sure that Kira is okay. I'll see to it. Thank you. Look at us, nieuwe dingen. Here we are, basking in the sun. Nico. Yes, girl. Waar het jy vir Jermaine gekry? I thought you liked them old. Was Gary and Sugar Daddy's nie? Daar in, wat is zijn naam weer? Uncle Marvin. Waar is hij? The one that paid for your tuition fee. Girl, hier jy. Daar was nooit te vreemd. Hij is zo nooit zo geslap als van mij. Was net te pop uit mijn ding. My girl van Amal moest even Jermaine van. Die pleie! As a matter of fact, wat had jy gedoen om hem so kalm te laten maken? You know the power of a woman. Mm. Once you have it, you have it. En ek gaan nergens gaan nie. Huh? Maar weet jy wat? Love is a really complicated, you can say that again. You can say that again. On that note, to remove your phone, I can call Fabi Bero. Okay, yeah. And Tata, how are you with the gift styling? So, I'm going to say. Girls, I think I should open it up. Thank you. I can open it up. Can you open it up? Rera. Yeah. I'm going to see you. I'm going to see you. The water is warm, so. Ik heb voor jou gezien dat je een mooiste man hebt. Ja? Hoe is het kind met die bediende gemaakt? Hoe oud is die kind en waar is die bediende? Kind is nog zo. Kan een jaar is. Maar laat ik je zeggen, die bediende heeft nog als een groot bedrag in jou gekregen. En blijf bij haar. Tommy, als jij zei een groot bedrag heeft, hoeveel heeft er van gehad? Will we even know? We zal nooit alle antwoorden geven, maar dat ik nu wel kan zeggen. Zoals zij van mij gezegd, die vrouw is altijd voor life.
Swami, on that note, like met die mens, mensen zitten drank is een beetje taai en leeg. So, ik ga kijken om iets van hem te drinken, mensen van drinken. Ik kom nu met double shots, nee. Epa, ik bedoel niet die Merile. Wiepa, die Merile in. Ik zeg je iets als fishy man. Hoe is je gescheid, maar man, Giovanni post aan zulke happy status op Instagram, Facebook. Zij reis je dan weer. Wacht, ik heb iets voor op Jezus. Checky. Heel wie. Ik dacht. Maar praat van hoe mensen zijn kind en zijn vrouw. One big happy family en wat wat. Zeg je voor mij, hoe is die man geschieden? Exactly. Maar, kijk je. Kom maar zo goed van aan het doen. Ik ben niet aan mensen zijn liefdesleven, man. Whether they're happy of niet, de plan me niet. Wow, die is ook maar pa, bro. But anyway, hey, nog een andere round. Let's go. Hou op voor mij bij jou, Kevin. Ik sta op trouw. Want ze is allemaal bij je eens huis en ze is moest terug van Joburg af. En ze staan op Sky. Maar luister hé, jouw dochter, Jillian, is ook hier. Weet je, hoe moet je vertellen van je mensen of van mijn schoolkind? Jij, we moesten je vrouw los, mij niet. Zo waar pas dat nou aan? Ja, het liefst gaan je mij met trouw. Oké, nog goed zo. Bye. Chilla, ik heb besluit om een tea party te houden. Ja, like sort of a welcoming bag celebration. En ook om voor Sparkleberry te launch. Yes, of course. Wat dan, Chilla? Ik, oh, love it. Ik was nog altijd de fan van de Great Gatsby parties. Ik ook wel. Ik is mal dat we. Nee, en dank je niet eens voor dit thema maken. Yes, het zal nogal nice wees om weer een beetje op te draaien. Ja. That's it, dames. Die is onze thema. Yes. Yes. Hallo. Hallo. Hey dames, het was een lekker avond en eerst maar nog een keer een zwaai. Oké, bye-bye, dokter. Girls, ik moet omgaan. Ik ben older en ik heb niet de emergency dat ons goed uitstoot. Oké, dokter. So, I'll see you guys. Wacht, wacht. Nee, wacht. Nee, ik denk, ons moet nog naar lopen. Ja, yeah, kom eens. Jij is wat uit. Ja. Waiting Daniels gaan kijken. Als je ergens daar. Yeah. Let's go. Is jammer, nee. Oké, okay, bye. 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 Hi, Lauren. Ik heb me nog gebeld gezegd, het wordt laat. En ik verwacht je bij as soon as possible. Bye, dankie, Jemaine. Ik ga net gauw samen met Lee met iets gezels. Bye. Dankie. Anne! Als je maakt me bang, wat? Kom zit, kom zit. Als ik jij is, zal ik bij je voorzichtig zijn van Jillian. Alhoewel ze mijn vriendin is, maar wie is voorzichtig? Ze maakt haar leven zo perfect, maar dat is niet. If you love in a glass house, you don't throw stones. Oké, Jay Clunky wil mij iets zeggen. Ik ga niks zeggen. Nee. Al wat ik voor jou wil zeggen, she's fake. Je kent ons aan man, Oren. Ja. Die guy niet. Zij ontvangt samen, die heeft voor hem aangeklaagd voor seksuele harassment. Ja. Yes. No. En Jesus de lawyer. Moet niet van mij dat zeggen, nee. Your story. Nou, ken sy van dit? Nou, sy weet nie en sy mag ook nie weet nie. Ek tip jou net, dat haar lewe is nie so perfect soos dat sy dit mag nie. Kijk die tyd, ek moet aanstap. Girlfriend, dit was fun. Dit is goed om jou terug te heen. Ek sien jou. Bye. Bye bye. Honey!
Mom! Leen! Love! BL for you, Vanya. Hi, hoe gaan het? Hoe gaan het? Is dit het beste wat je kan doen? Luister, Vanny, ik ken het opgepakt en verdwijn. Maar vertrouw mij, ik heb een plan wat voor ons en die bezigheid gaan redden. Bezigheid? Leen, dat is een reden hoekom het gemaakt dat jy Edmund doen. Zodat je niet hoeft te stress. Moet die bezigheid sy finansies nie. Ek is lief vir jou, Leen. Kom huis toe. Ach, my lieve man, maar jy het nou niks verkeerd gedoen nie. Maar ek ken aan die bezigheid vir lang, die doen weer geld maakie, and that we've not been reaching target. So, ek het 'n goeie plan wat gaan werk, but I need you to trust me on this one. Trust? Leen, ek kan jou nie trust na laas nie. Hoe kan ik jou vertrouwen helaas? Mijn lief, kom huis toe. Vaas, mijn kind. Vaas. Vaas, Kira. Ik mis jullie. Ik mis haar stem. Ik mis jullie in je huis. Ja, sy is bij haar nieuwe speelgroep. Maar sy hoort om enige tijd van nou bij die huis te wees. So, ek sal jou bel sodra sy by die huis is. Speelgroep? Ek is ontzettend lief vir jou. Ek is lief vir Kira. Kom huis toe. Ons vergeet van alles wat gebeur het. Ons vat 'n lang vakantie. Ons breek weg. Ons maak het op. En ek vir jou, my man. Ons sal sien weer later, né? Bye. Leen? Leen! Wel, hallo, dokter. Hallo, Samuel, wie praat ik nou? Ach, waar is mijn meneer? Kom in jouw knight in shining armor, jouw prince charming, of jouw well-wisher, if you want. Names are not important right now. Luister, ik heb een rare tijd voor dat. Ik heb een patiënt in 2 minuten. Zo jij beter vannacht praat. Patiënt? Onthou je voor Chantel Hendricks? Ons het zo pas een lekker kopje koffie geniet. Toe deel sy met die gelukkige nuus. Sy is swanger en raai wie sy papa. En hoe is dit my probleem? Dok, moet jy nou nie dom hou nie. Nou sien jy, aangesien jy die pa is, kan het dit makkelijk maak vir jou teen 'n bedrag. Ek ken nie onthou jy die nuus, of kyk jy die nuus, of ken jy vir hashtag ou toilet. Sy dreig om jou daarna toe te sleep, want toch ken sy al jou affairs met jou patiënte. Ek besef nou hoe krachtig Pillow Talk is. Dit jammer, jou mooie vrou Jillian ken niks van dit nie. Blackmail jy my? Nee, dok. It's about protecting your interest and your honor. At a small cost. It's not like you're going to miss it. Nou, luister. Woorde soos blackmail gebruik ons nie hier nie, hoor. Wat soek jy? Nou praat jy met haar. Ek soek 500.000 rand om vir Chantel stil te en abortie within 24 hours. Moet nie eens dink om na die polisie toe te gaan nie. Ek ken elke fyn detail van jou. Soos dat jy vandag 'n swart hemp aan het en dat Jillian rustig op haar foon sit in die sonkamer en wag vir die foto's wat ek gaan stuur van Chantel en jy by julle vacation in Durban. Onthou jy? So, moet nie slim speel met my nie. Ek sal later vir jou luitjie gee waar jy die geld moet inbetaal.
Tot later, dok. Hallo, hallo Engel. Wat maak je? Waar is je? Ik heb Brenda, ik ga niet vandaag aankomen. Iets het voorgeval, zo kanceleer toch alsjeblieft al mijn afspraken. Ik is op pak. Hi Lauren, hoe gaat het? Hallo. Girl, dit gaan goed, denk ik. Luister, ik lijk me snel niet meer problemen aan de mensen die problemen maken. Nee. Maar jouw nuggie Veronica heeft nog niet betaald voor die parfums niet. So, ik wil gewoon weten, is het mondelijk dat jij samen te kan praten voor mij, alsjeblieft. Want ik moet Kira zijn schoolfonds betalen, alsjeblieft toch? Oké. Bye bye, Ranky. Ja, ik kan nog een beetje zien. Oké, cool. Bye. On that note. Ethan, hallo. Ethan. Dat is nou lekker om van jou te horen. Ek gaan sommer straight to the point cut. Ek het saam met jou vorige bediende gesels. En sy is baie eensaam. En sy sit by die plakkerskamp tussen vreemdelinge. Sy mis haar kind. Kijk, dit maak nie saak nie. Al wat sy wil hê is 'n nuwe begin met 'n ordentlike huis, 'n beter lewe. Dan sal sy van alles vergeet. Wie is sy en wie dit vir jou gesê? Jy kan my Maria se guardian angel noem. Luister, hoeveel van jy en Maria se stilte? En luister, my vrou mag niks hiervan weet hoor. 'N man so na in my hart. Nie moet hy jy ken die drill. Ek is trots. 1.5 miljoen. Dan is ons vir ewigheid jou hare. Raai gou, wat is die triek? Wat? Ek het gesê raai. Hoekom moet jy die spread spoil? Luister, ek het nie tyd verdien. Sê my wat die triek is. Okay. Nou maar goed. Ek soek jy geld in 24 uur. Maak dit moontlik en ek is klaar met jou. Tot ziens. Ik heb vandaag gezien jullie. Die kinders gehad die jullie vandaag zomaar aan zo'n klein toetsie schrijven. En dan ga ik maar zien hoe doen hulle. Ik weet niet wat. Ik weet niet, maar... En dan heb je zeker niet stress in, hè? Ja, is maar zo. Ja. Ek dink nie Jillian gaan daarvan hou as sy moet uitvind. Een van haar beste vriendin het 'n affair met haar pa nie. Kom ons speel 'n game. Jy sê vir jou sugar daddy, hy moet 'n miljoen rand gee, of Jermaine verloor sy werk. Ek het die graad 11 leerling, en guess what? Ek het vir julle nou die dag by die abortuskliniek gesien, en die foto's is prachtig. Dit gaan ons nou nie moeilik op die CV nie, vervolg nie of hoe. Ek skakel jou gerus in 20 minute se tyd. Cola, is jou okay? Luister, jy weet ek is baie lief vir jou, nee?
soveel so, dat ek tot die einde van die wereld sal gaan vir jou. Ach, temmer, Nicole. Gaan ons nou weer oor die kind praat? Oor die kind? Een kind. Exactly, een kind. Sy is graag 11, Jermaine. Ja, ek is jammer. Jammer. Ek sien ek het elke dag van my leven. Voor goed wat jy gedoen het, moet ek daaronder leef. Cora, ek is jammer. Dit was een fout. Luister hier. Ek beskerm jou met alles van my. Maar ek is nog steeds nie goed genoeg vir jou nie. Kom maar, hier is my alles, man. Wees jy wat? Vaar jou goed, en ga net my klas uit. Asseblief, breng deze. Ga net my klas uit, asseblief, Jermaine. My vriend, Dr. Aldrin Williams. Ek sien jy kan nie jou neus uit ander se besigheid hou nie. Ek sien jy het vir Jermaine en Nicole gehelp ontslaa raak van 'n probleem in hul verhouding. Ek praat van die graad 11 leerling se aborsie. Ek dink ek moet na die Suid-Afrikaanse Mediese Raad toe gaan. Ag my vader, wat soek jy nou weer? Ach, ek onthou jou maar net. Jou 24 uur is amper verby. Ek het jou die bank besonderhede gestuur. Jou tyd is amper verby. Moet my nie teleerstel nie, of anders beland jy in groot moeilikheid. En beslis in die tronk. And I hate to break it to you, maar jy lyk nie soos die tronk type nie. So, ek verwag kling op my foon. Ja, goeiedag. Hoor eens op, ek wil weet, is het moontlik dat ek 500.000 rand onmiddellik van my persoonlijke bankrekening naar iemand anders rekening toe kan betaal? Nicole, luister en luister baie mooi. Die is die laaste keer wat ek vir jou en hy nonsens boyfriend van jou geld stuur. Hoor jy my? Jy is my kindie en nog minder is jy my vrou. Van my om sulke groot gelde na jou toe te stuur. Oh, wow! Nou is ek die vrou of die kindie. Maar toe ek so gejaap het om my brugse tender te kry, was ek seker ook die vrou nie, ne? Ek loop met groot geheime van jou. Wat hoe lelik in die moeilikheid kan beland. En in case you forgot, jou kind is my beste vriendin. So ek. Genoeg. Dankie vir die geld, wat jy ook gedeel het. En tot ziens. I love you. Nicole, my girl. Ek het nog nie goeie nuus gekry nie. Moenie stres nie. Dit gaan 'n paar dae vat voordat in jou rekening verskyn. Tik tok. Ons sal wag en sien. Onthou, jou tyd raak min. Tik tok. Yes, Peter. Ja. Hou net gauw vir my vas, hier is 'n baie belangrike call wat deurkom. Peter, ek bel vir jou terug.
ASAP. Ek moet hierdie oproep vat. Oké. Okay. Yes. Ethan, my vriend. Ek het 'n maatjie wat bereid is om vir 'n juicy story lekker te betaal. Wag net. Hoe dink jy? Gee my net 'n kans. Gee my kans, laat net... Kan ek om 'n lijntje gee? Ag, mag, dis mis nou nie nodig. Ek kan gesê ek gaan vir die geld voor die einde van die dag stuur. Ek het geweet ek kan op jou staat maak. Ek wil nie jou vuil wasgoed daar buite hang nie. Nee, kom ons hou dit maar binne. Of hoe dink jy? Ag, dis reg, ek waardeer dit baie. Ek is reg. Laat ek jou nou nie ophou nie. Ja, boerdery is harde werk. En ek verneem jy het 'n paar beeste verloor. Tot ziens. Leen, lief, my voorskrif is 'n week vroeg, jy weet, ek doen nie gewoonlik die goed nie. Weet jy dalk enigiets van dit af? Hi my skat, ja, dis jou nuwe voorskrif, dis die cholesterol pilletjie, so alles. Okay, maar jy's like is duur die keer. Okay, ek sal maar kyk wat is hier in en dan sal ek jou laat weet. Okay. Hoeveel moet ek drink? Drink 3 keer 'n dag. 3. Ja, 3 keer. 2 keer 'n dag. Nee, 3 keer. Okay. Is reg. Hi. Hallo? Giovanni, my vriend. Dis jou beskermengel. Wie? A mutual friend and a possible partner. Met wie praat ek nou? Dis nie nou belangrik nie. Okay. Vandag het jy 'n pakkie gekry met jou pille. A joke is a joke. Hoe weet jy van my pille af? Kyk na die milligram van die nuwe pille. Iemand wil jou doodmaak. Hallo? Ek kan nie terugbel nie. Twee milligram. 30 milligram. Okay, please bring that bottle right here over here for me. And can you as well bring the glasses? I think I should be expecting my guests. Hi, jo, Lee, dit lyk so prachtig. Baie, baie dink. Hi, sit julle maar gerus, sit julle maar gerus. Ja, wow, jo. Ek moet seker baie goed kos, ne? Ja, I had to call in a favor. Is dit jou rok? Dankie. Girl, jy lyk prachtig, hoor. Welkom allemaal. Baie, baie dankie dat julle dit gemaak het hierso. Ek is, I'm honored. En daar soveel tranen in my oën, soos julle ken. Die is Sparkleberry se grootste aand. En dit was net 'n groot eer om te weer kan reunite met al my vriende en alle se manne. Baie, baie, baie dankie. Tyrone, kan jy asseblief? Kom, ek gee my so lang vir die dokter hierso. Kom eens wat een toast.
Op Sparkleberry. 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 Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Werk nog right? Een dok. Nee, die dok is een jester. Ah, dan gloor, dan gloor. En hier heb ik klaar. Ja, dat speel met jester. Mijn broer is jester. Good evening, ladies and gentlemen. And welcome to Leanne Gatsby's TikTok. TikTok. Welcome to an evening with food and delicious wine. Food and drinks will be served later. Feel free, relax and enjoy yourself. Ethan? Yes? Wie is hij? Wat is het daar voor oh, ik ken die oor. Het lijkt zo'n speeder wat me geld heeft, maar hij heeft vier diefstal zak. Oh, die ken hem? Ja, dat is hij, dat is hij. Dat is hij. Wanneer wat zoek je hier zo? Speeder, wat gaan aan? Hallo allemaal. Yes? Ja, oh, oké. Ik ben Abidi. Dus de speler wat ik wel kan doen, jammer om te plaat. Ik zoek voor Lee in. Oh, that's me. Hoe kan ik jou helpen? Can we please talk in private? Oh, no, 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 no. Everything that you want to say to me, you can say in front of my friends. Nico? Sure. Lee in, Fabio. Oh, no, that is you're under arrest. What? For the attempted murder of your husband and poisoning of Giovanni Fabio. Anything you say will be used against you in the court of law. Is that no nodig? Lauren, baby, do iets. Is dat nou nodig? Mevrouw, ik doe maar net mee weg. Meneer, vriendin, kom hier, kom hier. Waarin vat jy? Three ways police station. Wat? Is dit echt een goede manier? Ik ken van die, die is een groot grap hoor. Come on. Hy het al polisiestasie. Hallo my lief. O ja, kan ek het nog sê? Ek hoor in Joburgse strate. Ik is een gescheiden man. Giovanni, ik kan verduidelik. Verduidelik? Allemaal behalve ik weet, ik is een gescheiden man. Ik... Leen, wat doen jy hier? Die geld, die private bodyguards, my geld. Giovanni, ek het oor het saam met jou gepraat. Daar is er hier, hoekom dit goed gebeur het, maar ek kan verduidelik, luister asseblief net. Wat soek jy met my foon? Die foon, ek ken alles. weet jy wat? Nog altijd dit probeer doen. Weet je wat betekent het? Ik ga mij hier recht niet op je staan. Giovanni, ons kan nee, recht maken. Die deur is oop. Geef me niet de die was mijn laatste. Jij was opgesluit voor een of andere reden. Ik heb jou uitgebuild zonder dat je daarvan weet. En je wil verduidelijk dat ik een gescheiden man is. Leen, klim met my kar uit, asseblief. Jy gaan die berou. Klim uit. Jy gaan berou. Oh, shucks.